Nee, beneden. Omhoog, omhoog. Ja. Ja. Patserig gedrag hier weer. Ja, dat... Vis die heeft een serie op zijn kanaal. Ja. Dat is bekend. Dat is hoger lager. Ja. Dat is met assault. Dat je dus zeg maar, jij een killstreak haalt en dan moet je 3 keer halen in de match. En dan ga je er eentje hoger en dan moet je bijvoorbeeld maar 2 keer halen, dat die moeilijker is. En als je niet haalt, moet je weer naar beneden. Dat gaan we ook doen met snipen. Wij moeten nu 30 kills maken. Dus ieder 15, of het mag ook zijn dat Fischer 10 maakt en ik 20. Met de sniper. Met deze klasses. En mochten wij het halen, dan gaan wij er eentje omhoog naar 35. Mochten we het niet halen, gaan we naar 25. En als we het daarna weer niet halen, ga je naar 20. En haal het wel weer, ga je omhoog naar 25. Elke keer 5 omhoog, 5 naar beneden. Tot de keer... Uh-oh. En niet ingegooid worden. Tot een keer op een... Het moet dan een hele match zijn. Behalve als deze net begonnen is, gaan we de challenge wel aan. Ja. Maar het is wel... Ik weet het, sniper toch, ondanks dat wij het altijd haten. Ja, heel deze populair. Is net niet gelukt. Nee, maar we kunnen erin blijven. Dan is het bijna vlast. Oh, dan kunnen we wel een shot kunnen runnen. Het lijkt alleen wel heel erg enorm hoe ik dood ging. Nou, ik weet niet. Ik druk mijn knoppen weg en ik heb een shot kunnen... Een USAS in mijn rug. En nog eentje. En voor de mensen die denken, ja, we zijn pro. Nee, dat zijn we niet, in sniper. Ten eerste. Okay. Jezus. En ik vind wel dat wij dit doen. Mede voor de subs die altijd zeggen, we zeggen, Paul, ga weer lekker snipen. Doe je sniper challenge. Dat is goed. Maar dan willen we wel 750 likes op mijn kanaal. Ja. En op Fischer kanaal 300. Want het is weer gameplay bij mij en bij Fischer. Ja. Dat is precies die we doen. Oh, jammer. 1, 3, 4. Ik ben met Blind Dime die shit tegenkomen, maar ik ga naar Blind Dime afhalen omdat we dus geen Ground War doen. We zouden dus Ground War gaan doen, maar dat werd niks, want we zijn alleen maar een heklopjes gekomen. Ja. Ik heb 1-4. Alweer heklopjes, Jan. Ik ben er helemaal gek van. We kunnen niet meer Ground War spelen, bijna niet meer op deze game, helaas. Dat is thank you Infinity Ward voor de fantastische support voor deze game. Parel van, nee, allebei een hel. Nou, maar toch denk ik dat je beter sit-down kan doen. Ja? Ja. Ja, ik denk het ook wel. Oké, ik ga ook klasse even aanpassen. Ik ga blind eye eraf halen. Host negeert in ieder geval 0 punten. Staan er weer overal bij. Betekent dat iemand onze host is. Zo. Nou krijg ik pas berichten binnen over mijn video's dat die bekeken worden. Jongen. Nou ja. Zo voor de mensen die kijken trouwens. Waarom doe je als scavenger wel, hè? Hardline Assassin Scavenger, weet ik veel, ik maak hem wat aan. Ja. Ik ben echt aan het klooien nu het aanmaken, maar ik zie hem het anders doen. Assassin. Blind Eye Scavenger, weet ik veel, ik maak hem wat aan, gewoon zo. Oké, nou we gaan dus voor 30 kills nu. Lange intro van 3 minuten met. Zijn anders kunnen we wel even acclimatiseren weer dat aan het snuipen zijn. En ik denk, oh, daar gaan ze weer. Snipie. En snipen is niet ons ding. Kan ik je melden? Ja. Dat klopt wel een beetje. Ja, en 30 kills denk ik is makkelijk. Want ik heb solo challenge gedaan natuurlijk. Waar ik gewoon 30 kills en dan haal ik het over. Dat is wel ground war, maar... Ja. En ik heb 4 for all winnen met sniper gedaan. Dat vind ik ook 30 kills te hier maar natuurlijk. En ook alleen maar met sniper kills mogen maken. Maar het is even, we moeten wennen allebei. Dus als we beginnen met 30, anders is het misschien tegen de aflevering, als we zeggen 40 of 50, dan is het misschien kansloos. Is het niet spannend voor jullie. Dus gewoon 30 om te beginnen. En het lijkt makkelijk, maar we moeten toch ieder 15 kills maken. En als Vis faalt, of ik, bijvoorbeeld ik zeg dat ik faal, en ik heb maar 10, moet Vis meteen 20 maken. Dus ja, dat is echt wel pittig in regular. Vooral Zitao. Altijd heerlijk om in je eentje te capturen, dat is lekker. Waar zat hij dan al bovenop? Ja, ik doorgeloop, maar ja, hun... Nee, pak die cap man, anders schiet hem aan. Hey! Let erop naast me, kutkind! Ik heb mijn eerste killetje binnen. Tactical insertion was prevented. Fuck you. Ik haat deze map. Verschrikkelijk, al met een gewoon wapen. Jongen. Jezus, ja. Nou, ik heb hier wel 3 kills. We mogen we het secondary killen als hij nood was nu had, maar ik killde hem niet, man. Ik heb er 1. Al. Is het
veel. 1. Ik weet het niet. Hoe kan ik die nou missen, joh? Het slaat gewoon helemaal nergens. Ik raak hem toch gewoon. Oh, wow. Quickscope. Behoorlijk hoor. Op scheidsie. Hoef trouwens, het maakt niet uit hoe het scopen. Hardscope, quickscopes, dragscope, hoe de fuck je het ook noemt. Het boeit me ook in een reet. Wij snipen gewoon zoals wij snipen. En maar net hoe je het technisch noemt. Sniper, sniper. Van de hip, is dat telt ook? Ja, alles telt. Telt ben ook. Een trooi knife kill mag je ook doen dus. Hey! Dit is echt zo slecht. Maar hoe kan het dan dat ik hem mis? Het slaat nergens op voor in mijn beeld. Nu heb ik hem wel, takkenleier. Die ook, waarom hè? Trouwens... Ja, ik denk dat we weer gekwit zijn, nee. Jezus. Toch ga ik een portable radar. In die gang, boven een type met thermal. Ja, die killde net ook al die gast. Ja, ja, ja. Jezus, mensen. Doen ze wel weer iets? Jawel, want ik krijg gewoon random Semtex van de ene kant en de andere kant van de map. Waarom all positions de hele tijd? Ik snap daar geen reet van. Doe die gast weer echt geen ene tyfus flikker. Ja. Oh, Dutch! Oké. Okay. Oh, kut. 14. 14 hebben we samen, Paul, al. Ja, ja, dus we kunnen het halen. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho, ja, lekker. Je hebt toch een betere hit detection dan in de ground, hoor. Dat is een verschil. Ja, ja, ja. Oh, dat was een foutje. Oh, ik had de throw knife kill gehad. Die was al bullseyes tussen oogjes geweest. Oh, kut. En zo gaat tijd toch wel heel snel, hè? Faal, niet falen. Oh, faal. Nou, ik kom er niet op. Ik mag al. Nou, kom op dan. Zit hier nou? Oké. Okay. Oh, weer achter me. Paul, kom op, faal maar niet zo, man. Oké. Okay. We hebben al 19 op, Paul. 20. Ja, lekker. Ah, kut, sorry. Type met thermal, ja. Tjonge, jonge, jonge. Fuck, 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 face. Nou, kom op nou, jongens. Niet ja, we hebben ook net besloten, toen we dus regular gingen doen, dat we gewoon, het moet op regular. Want als we op ground worden, is het natuurlijk makkelijker en... We moeten op regular die challenge ook weer doen. Wat echt moeilijk is hoor, je ziet hoe snel nu gaat. En als Jezus. We op de 40 hadden gezeten, hadden we nu al een heel probleem gehad. Het is volledig afhankelijk van een lobby, dat ze ook niet te veel cash pakken of dat we niet te geowned worden. Of... Je speelt zelf een sniper, dus je kan niet ook te veel cash zelf pakken. Nou, hoop dat nu ook niet. Oh, no! Oh, 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 oh. Ik faal er weer. Nah, wat een bullshit. We hebben de 25. Oh, nice. Gaan het halen. Ja, kom op. Holy shit. Oh nee, Mardidom. Wat hebben die gasten met triple cap in ons team? Nou, op zich, nu maakt het niet meer zoveel uit. Maar... Hebben die ook... Oh, die was nice weer. Nog steeds door het echt net... Ah, fuck. Heb je een vis? Ja, die heb ik. Maar ik laat die cap gaan. Zekerheid. Zo, ja, ja. Ja, we hebben hem.
Best wel nice, ja. Oh, ja, dat is niet zo handig met tech insertion. Ik ga uiteindelijk het ratio maken van de meesters ook, dus we begrijpen geen ene reet uit. Hoeveel olie te winnen, geen extra challenges. Puur... Dat... What the fuck nou weer? Nou, ik ga nou even de... Zo. Ik heb toch gehaald, dan kan je gaan kutten. Ik ga een troon uit kunnen maken. God, ik ga achter mijn cadeau, jongens. 16-15 nu. Ik heb al heel lang een kill gemaakt. Heel lang. Jongen. De bullshit, zeg. Nou, ik had 1 kill voor specialist. Maar ik kreeg echt niet dood. Op zo'n manier weer. Ik ga achter mijn cadeau, jongen. Hoe kan het nou weer? Hé? Ik schoot echt door hem heen. Dat is echt... Dat... Oh, hey, klusje. Pauw, kom... Oh, zo slecht. Zo slecht. Oh-oh. Stealthy. Haha, die gast komt in me staan. Dat is ook al. Nou. Oh, die was al netjes hoor. Ik heb een hele mooie kill. Ja? Ja, een mooi drags scope. Draggy. Oh. Dat is wel ver, hè? Ik ben zo gewoon het lekker terug met je ACR of wat. Oh. Nou, we hebben het. We hadden eens goed op 40 kunnen zitten. Nou, maar het ligt ook echt zo aan de lobby. We hebben het rustig ingezet op 30 gewoon, hè? Volgende 35. Oh, weer 1 kill voor specialist. Jezus. We nou een EMP tegen, maar het echt niet makkelijk, hoor. Die was wel smerig, die quizkoop die ik al gaf. Headshot. Ja. Oh, lekker. Oh, ik zat tegen een paal aan. Hoe kan het? Ik kon niet draaien. Dan kan het nou. Ah. MVP? Come on, man. Allebei 25 kills. 50 kills hadden we het al! Ja, maar ja, niet denken nu de volgende af. We hebben net geprobeerd op Ruim War en dat ging echt heel stukjes. Ja. Maar we hebben gewoon 30 en nu gaat het hier naar 35 en kijken. Want we moeten niet risico nemen, doen we al 50, want we kunnen ook weer zakken. Ja. Dus ja, we gaan nou dus naar de 35 hierna. Ja. Die gaan we nu meteen opnemen, want het zit nou lekker in die flow. Ja. Is goed toch? Dit is de eerste aflevering. Het is nu niet zo spannend, ik kon niks doen, maar je ziet, we gingen even doorkillen. Oké. We blijven ook in de lobby, dan nemen we de volgende op. Oké. Tot de volgende keer. Warriors 1. Like this shit, bitch.